In het zuidoosten, Kerkrade en omstreken, heeft het al de gehele dag gesneeuwd. De temperatuur ligt nog onder het vriespunt, waardoor de wegen in de avond snel wit werden. Een ijslag onder de sneeuw maakt alle wegen in Zuidoost-Limburg spiegelglad. Waar normaal 80 km per uur kan worden gereden, is 40 tot 50 km per uur het maximale aan te bevelen snelheid, met wel te denken dat men een extra grote afstand dient te houden op de voorliggers. Ook is het tegemoetkomend verkeer goed in de gaten te houden. Bij rare bewegingen van de tegenliggers door de gladheid is het raadzaam om de snelheid even naar beneden te brengen. Enkele tips bij gladheid. Indien ijs op de weg ligt, is uw remweg 20 keer zo lang als normaal. Bij sneeuw is dat normaal 5 keer langer. Indien u een noodstop dient te maken, trap dan eerst de koppeling in en rem dan tot aan de parkeergrens. Stuur altijd die richting in waar u het veiligst door kunt gaan. Ga er nooit vanuit dat winterbanden veiliger zijn als zomerbanden. Ze hebben wel wat meer grip, maar u dient toch met aangepaste snelheid en afstand deel te nemen aan het verkeer. In bochten dient u extra voorzichtig te zijn met centrifugaalkrachten, oftewel middelpuntvliedende kracht. In het heuvelland is het extra voorzichtig rijden, vooral heuveltjes naar beneden kunnen een nog grotere remweg hebben dan normaal. Bij ijsaanzetting kan het zijn dat helemaal geen remweg meer mogelijk blijkt. Wens u een goede reis indien u nog de weg op dient te gaan.